Deze beschouwing die gaat over de Illuminati en de Jezuïeten. Even mijn microfoon bijstellen, die zit niet helemaal lekker. Ja, dit is beter. Ja, de Illuminati, die club, die naam, die heb ik pas leren kennen ergens in 2006, 2007. 12 jaar geleden. 13 jaar geleden. Dat was vlak na de periode dat ik erachter kwam dat de aanslagen van 11 september 2001 niet het werk waren van Osama Bin Laden. En dan ga je kijken naar die conspiratiefilms. Hè? Heb jij misschien ook wel gedaan. En dan kom je al snel op de term Illuminati. En dan hoor je ook al snel de naam Adam Weishaupt, die de stichter was van de Beierse Illuminati. En die is gesticht in 1776. Heel treffend is dat hetzelfde jaar als waarin Amerika de grondwet, de Constitution, opstelde. En volgens Frederik Tupper Saucy was er in die tijd een hele beroemde jezuïet stiekem in het geheim aanwezig bij die grondwettelijke toestanden. Ricci heette die. En ik vergeet altijd zijn voornaam. Maar Ricci was zijn achternaam. R-I-C-C-I. Dat was een jezuïet, die Ricci. En Frederik Tupper Saucy zegt dat die jezuïet bij die grondwetstoestanden, die onafhankelijkheidsdingen van Amerika, dat de jezuïeten erachter zaten. En die jezuïeten zaten ook achter de burgeroorlog. Ja, noem eens een oorlog waar de Jezuïeten niet achter zaten. Nou, oorlogen voor 1540, want toen waren ze nog niet opgericht. Ja, ha 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 ha. Maar je hebt gelijk, de Jezuïeten zijn pas opgericht in 1540. En daarvoor bestonden ze dus niet. Hadden ze niet die macht, hadden ze niet die zeggenschap die ze toen kregen van de paus. Ja. Nou, dan die Illuminati, die Beierse club, die tak, die is opgericht door Adam Weishaupt. En Adam Weishaupt wordt gezien als een jezuïet. Jörg Griesman, dat is mijn Duitse bijbelgelovende christenbroeder, die zegt dat was een jezuïet. Ik heb alleen maar kunnen vinden dat hij les gaf in kanoniek recht, dat is katholiek recht, aan de Universiteit van Ingolstadt. Waarop je Jörg Wiesman dan zegt, ja, Ingolstadt, die universiteit, dat is een Jezuïte universiteit. Nou, laten we er maar vanuit gaan dat Jörg Wiesman in deze gelijk heeft. Het is logisch dat de Jezuïeten met zoiets zouden komen. Kijk, dat hele Jezuïeten gedoe heeft niets te maken met de Bijbel. Het heeft niets te maken met vergeving, bijvoorbeeld. Een belangrijk concept van het Nieuwe Testament, tweede deel van de Bijbel, dat is vergeving. De Jezuïeten die doen niet aan vergeving. Als je de Jezuïeten een hak zet, dan zijn ze dat 100 jaar later nog niet vergeten. En 150 jaar later komen ze achter je aan. En rustig 6 generaties later, dan hoppakee, daar zijn ze dan. Om even wraak te nemen op die 150 jaar geleden, die toestand. En die mensen die dat toen veroorzaakt hebben, ja, die zijn er ook al lang niet meer. Maar dat maakt de Jezuïeten niet uit. Die vergeten nooit. En die vergeven ook niet.
Ja, ze zijn leuke jongens. En die Illuminati, dat is een club van hun. Jelme Piri, wat baseer je dat dan op? Ja, eigenlijk baseer ik dat op alles wat ik gehoord heb van Jurre Kliesman en wat ik gehoord heb in First Amendment Radio. En Tom Fraas dan met name. En waar, in welke uitzending dat Tom Fraas dat dan allemaal bij elkaar harkt, ja, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ik kan je adviseren om te luisteren naar Tom Fraas. Die man heeft uren en uren gespandeerd om de mensen te informeren. En het is dan weliswaar in het Engels, maar dat, ja, dat mogen jullie toch kunnen verstaan, of niet? Dat is toch niet zo moeilijk meer tegenwoordig. Maar zowel als het echt een barrière voor je vormt, dan geef dat dan door en dan kan ik beginnen om, ja, voor mij wat ga ik Rulers of Evil in het Nederlands samenvatten. Zou ik kunnen doen. Mondeling of geschreven. En trouwens, Rulers of Evil heb ik al met Jurre Kliesman. Hij en ik samen hebben ettelijke hoofdstukken al besproken, hoor. In het Nederlands. Netjes vertaald vanuit het Engels. En daar komt het in naar voren. Dat de Illuminati, dat is een vorm van vrijmetselarij. Ja, dat heb ik nog niet gezegd, maar ga er maar vanuit. En de vrijmetselarij wereldwijd gezien, dat is eigenlijk één grote organisatie. Één organisatie. En wat ze hebben, dat is, ja, er zijn dingen die het er heel erg katholiek aandoen. Die rituelen bijvoorbeeld die ze doen. Nou, dat type, in de katholieke kerk heb je dat ook. In het christendom kom je dat echt niet tegen. Ik pak even mijn thee erbij, hoor. Er is geen sprake van in het christendom. En iemand als Mozes heeft ook gezegd, of namens God gesproken, toen hij zei, je gaat niet knielen voor beelden. En nou is op zich een ritueel uitvoeren niet een beeld waar je voor knielt, maar het is wel iets wat er erg veel toe neigt, vind ik. En ik vind het kinderachtig. Dat is mijn mening. Vandaag werd ik gebeld door een oude vriend van mij. Die luistert ook naar de beschouwingen. En die zei van, ja Perry, jij betitelt dan de paus als de antichrist. Maar is dat wel waar? Want er zijn ook mensen die zeggen wat anders. Ja. Ja, denk ik dan. Meer niet. Ik baseer dat wat ik tegen jullie vertel op dat wat ik gehoord heb van dat wat ik noem een betrouwbare bron. En ik beschouw er meer als betrouwbare bronnen. En wat ik een betrouwbare bron vind, dat is bijvoorbeeld Frederik Tuppersoorsi. De man leeft niet meer. Maar wat hij opgeschreven heeft, dat beschouw ik als, ja, betrouwbaar. Daar heeft die man 10 jaar aan lopen uitzoeken. Nou, ik ga ervan uit dat het goed in elkaar zit. Het is een kwestie van vertrouwen natuurlijk. Hè? En dan heb je die andere man van codewoord Babylon, P.D. Stewart. Nou, ik denk dat dat ook helemaal waar is. En dan heb je ook die man met de History of Protestantism. Hoe heet die ook alweer? Maar ik geloof ook dat het waar is. Je hebt de werken van Avro Manhattan over de Jezuïeten. Ja, ik geloof dat dat een trouwhartig iemand is. Je hebt John F. Kennedy, die
die had het in een van zijn speeches over een samenzwering waar iedereen bang voor was. En die monolithisch van aard was. Dus bij een samenzwering zou je denken aan dat mensen van verschillende pluimage bij elkaar komen. En die gaan dan in een geheim overleggen. Hè? Die samenzwering waar John F. Kennedy het over had, dat was een monolithische samenzwering. Ik zal even het woord er specifiek bij opzoeken. Monolithic, dat had hij het letterlijk over. Monolithisch op zijn Nederlands. Ja, dat betekent dus dat je ja, dat het bestaat uit één stuk, zullen we maar zeggen. Monolithisch kan ik even opzoeken in de betekenis. Maar het moet uit één stuk zijn. Ja. Het is iets uit één stuk. Het bestaat uit een het zijn verschillende onderdelen, maar het vormt één geheel. Dus een monolithische samenzwering is een samenzwering van mensen die één geheel vormen. Dus er zijn verschillende mensen, maar het is één geheel. Er staat hieronder bijvoorbeeld de moslimwereld, daar bedoelen ze dus de Mohammedanen mee, en die is niet monolithisch. Nou ja, je hebt de Shiïten en je hebt Soenieten, hè? Nou, wat kan er nou monolithisch aan een samensweren zijn geweest in de ogen van John F. Kennedy? Nou, er is maar één partij die daar in aanmerking voor komt. En dat zijn de Jezuïten. En John F. Kennedy wist dat hij het risico liep om vermoord te worden. Mensen die tegen hem zeiden van, jongen, jij moet oppassen, straks word je vermoord. Tegen die mensen heeft hij gezegd van, ja, je bent niet de eerste die het tegen me zegt. Dat weet ik al lang. Maar wat moet ik er tegen doen? Nou, woorden van gelijke strekking. John F. Kennedy, die in 63 werd doodgeschoten in Daly Plaza. In Houston, in Texas. In het volle daglicht, met iedereen erbij. En dan zo'n schutter, dat is dan iemand en die werkte op zijn eentje, werd er dan gezegd. En voordat die bij de rechtbank kon komen, werd hij doodgeschoten. Dus kon hij ook niet overhoord worden. Ja. Ja, dat was het dan. Er is een man geweest en die heeft zo'n grapje gemaakt. En die zei van, iedere Amerikaanse president die de presidentsverkiezingen wint, die krijgt als eerste bezoek van mensen in lange jassen met van die gleufhoeden. En die zeggen van, heb je even? En dan wordt hij meegenomen naar een klein filmzaaltje. En dan krijgt hij een film te zien waarin hem duidelijk wordt gemaakt hoe de aanslag op John F. Kennedy in elkaar zat. En dan wordt er vervolgens tegen die president na afloop gezegd van, nou, we begrijpen elkaar of niet. En dan doet die president precies wat van hem gezegd wordt, wat van hem gevraagd wordt. Want dan snapt hij wel dat hij tegen die monolithische samenzwering niets in kan brengen. En wat wilde John F. Kennedy? Nou, die wilde bijvoorbeeld een eigen muntsysteem voor Amerika. Dat hadden ze.
Maar een president daarvoor, dat was Woodrow Wilson, die heeft met onze handtekening het monetaire systeem overgedragen, zonder dat daar een vergoeding voor werd betaald. Gewoon gratis en voor niets overgegeven aan een groep mensen. Een groep mensen die onder bestuur stond van het Vaticaan. Nou, toen was Amerika zijn eigen geldsysteem kwijt. Dus vanaf dat moment, als de Amerikaanse regering geld nodig had voor infrastructurele werken, bijvoorbeeld, dan konden ze gaan lenen. Terwijl voorheen konden dat soort dingen betaald worden vanuit het eigen geld. Ja, je bent een overheid, hè? En jij drukt het geld. En dan is er geld nodig om een brug te gaan bouwen. Nou, dan laat je die brug bouwen. En waar betaal je dat van? Nou, je belt die drukker op en je zegt, nou, kan je wat geld bijdrukken? En dan drukt die drukker geld bij. En daar betaal je al die bouwvakkers van die brug bouwen. En dan zeg je van, ja, maar dan druk je er geld bij, dan krijg je inflatie. Ja, dat is waar, dan krijg je inflatie van. En er ligt een brug. En als je dat goed speelt, dus als je als overheid de juiste maatregelen treft die niet te duur zijn, dan wordt weliswaar het geld, iedere keer dat er dan zo'n brug moet komen, dan is dus daarna de dollar, in dit geval de dollar, minder waard. Maar dat is alleen maar het gevolg van het feit dat die brug keihard nodig was. Die brug was nu een keer nodig en iemand moet dat gaan betalen. En dat betalen we dan met z'n allen middels inflatie. En je kan zien dat inflatie is een vorm van belastingheffen. Maar dan over de hele linie. Het wordt natuurlijk wat anders als je geld bij laat drukken en dat leen je dan vervolgens nog een keer. Want dan heb je niet alleen inflatie, doordat je allemaal geld in de markt pompt, maar dan heb je ook nog een keer een renteafspraak. Dan ben je dus dubbel de bok als land, als regio, als burgerij. Nou, John F. Kennedy wilde dat terug. Dus die wilde weer een greenback, zoals het heet. Een dollar die gedekt was door een hoeveelheid goud. En dat was die dollar waard en nou, daar kon je het nog mee doen. En zo waren er nog wat meer dingen. John F. Kennedy vond dat hele project met Israël niet iets waar Amerika zich mee moest bemoeien. Waarom? Wat heeft Amerika daar nou mee te maken? Als er dan een grote regio is die zich druk zou moeten maken over Israël, dan zou het Europa moeten zijn. Die ligt toch dichterbij. Waarom Amerika? Ja, dat zijn zo van die dingen. En die man die vroeg aan mij van, ja, maar dat zeg je nou allemaal wel. Maar de Dominicaners, die deden ook inquisitie. Ja, dat was ook zo. Maar dat was voordat de Jezuïeten werden opgericht. En misschien dat ze daarna nog een tijdje daarmee doorgegaan zijn. Ik zeg niet dat de Jezuïeten de enige waren die de inquisitie deden. Ik zeg dat zij de inquisitie deden vanaf 1540 voor wat betreft alles buiten het Spaanse grondgebied. Want daarbinnen bleven de Spaanse inquisitie en dan in Duitsland, in Nederland en België en zo had je de inquisitie van de Jezuïeten. Nou, zaten misschien ook de Dominicanen ook nog bij. Daarvoor was het uitsluitend de Dominicanen, zoals ik me goed heb laten voorlichten. En inquisitie, dat is walgelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat is barbaars. En uitgerekend zo'n barbaarse activiteit wordt dan uitgevoerd door een club en die noemt zich de Sociëteit van Jezus. Dan denk je toch ook, oh my god. Of niet? Ja, toch? Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk.
En die man die zei ook nog van, ja, ik ken een groep en die noemt zichzelf Christenen voor Israël. En die maakt zich druk over dat Joodse mensen naar Israël moeten, mogen, kunnen. Ja. Ja, ik ken het verhaal van iemand van Joodse afkomst, en die is inmiddels overleden, Barry Gamish. En hij en zijn familie zijn ook naar Israël vertrokken omdat dat zo nodig moest. En één keer daar aangekomen hebben ze niets aan problemen gehad. En ze zijn enorm verarmd als familie. En hij is uitermate teleurgesteld teruggekeerd. Niet eens teruggegaan, maar hij is naar Amerika geëmigreerd. Want zijn familie kwam uit Marokko. Ja, en dan weer naar Amerika. En hij vertelt dus een heel ander verhaal over hoe dat allemaal in elkaar zit met die bezette gebieden. Dat heel veel Joodse mensen daar ook de bok van zijn geweest. Niet alleen de Palestijnen, maar ook de Joodse mensen werden ja, de dupe, echt de dupe van. Nou, Jurek Liesman die heeft een keer gezegd van dat hele Israël, joh. Dat is het allergrootste concentratiekamp wat er is. Mensen zitten daar opgesloten. Maar dat zegt Jurek hoor, dat zeg ik niet. Maar ik snap wel wat hij bedoelt. En dat er dan een organisatie is en die zegt van ja, er zijn christenen of christenen voor Israël en die willen graag dat de Joodse mensen daar naartoe gaan. Dan denk ik, wauw. Maar de kern van zijn betoog was eigenlijk van ja, Perry, jij zegt dan hele boude dingen zoals de paus is de antichrist. En er zijn Joodse mensen en die zijn helemaal niet zo tevreden over hun bestaan in Israël. En er zijn Joodse mensen en die zijn naar Auschwitz geweest en die zijn totaal niet overtuigd van de bewijsvoering van gaskamers al daar en zo. Nou, dat zeg ik ook. Hè. Maar is dat allemaal wel waar? Want er zijn nog mensen en die zeggen wat anders. En dan denk ik van ja, dat zou kunnen. Dat er mensen zijn die wat anders zeggen. Maar is dat belangrijk? Het gaat erom waar je je mening op baseert. Bij dat verhaal van die gaskamers in Auschwitz, dan refereer ik met name naar twee documentaire films. En die ene is van David Cole. Die is geboren David Stein, dat is een Joodse man. En die andere is One Third of the Holocaust. Nou, het kost je nogal wel even kijken. Maar daar baseer ik mijn mening op. En ik denk dat... Ja. Ja, ik heb geen reden om aan die inhoud te twijfelen. Jij misschien wel, maar dan vraag ik je om dan te kijken naar die bronnen. Snap je? Het is niet nuttig om alleen twijfel te zaaien. Want het zou anders kunnen zijn. Je zou toch ook geen gelijk kunnen hebben? Zei die man ook. Je zou toch geen gelijk kunnen hebben? Ja. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat zou kunnen. En ga ik daarvan uit? Nee. Tuurlijk niet. Ik ga ervan uit dat ik gelijk heb. Het zou een rare boel zijn als ik ervan uitga dat ik mogelijk ongelijk heb en dat ik dan een beschouwing ga houden terwijl ik zelf denk dat ik mogelijk ongelijk heb. Dat doe ik toch niet? Dus mijn mening is dat ik gelijk heb. En dat er mensen zijn met een andere mening, dat doet mij niet van mening veranderen.
Want mijn mening heb ik gebaseerd op dat wat ik heb ervaren, heb beoordeeld als feiten. Feiten opgelepeld door bronnen die ik heb betiteld als betrouwbaar. Dus, als jij mij op andere gedachten wil brengen, en dat probeerde hij dan en dat lukte hem niet. Maar als je mij op andere gedachten wil brengen, dan moet je komen met feiten van betrouwbare bronnen. Dat is alles wat ik je vraag. Maar dan geef je mij die links. Tegenwoordig is het allemaal zo makkelijk, hè? Zo'n linkje via de e-mail of in een reactie van op een beschouwing. Geef je mij een linkje en dan zeg je nou hier. En dan het liefste ja, documentaire films zoals die film van David Cole over zijn bezoek aan Auschwitz. Of One Third of the Holocaust. Dat betekent niets van die filmpjes met van die beeldschermen tussen de teksten ertussendoor en invaden en outfaden en andere beeldeffecten en een muziekje eronder. En daar zit ik allemaal niet op te wachten. Ik hoef niet vermaakt te worden. Ik wil de droge informatie puur. En dat ze zetten. Bijvoorbeeld wat Tom Fresh voorleest uit het codewoord Babylon. Dat volg ik heel trouw. Er zit nu Amendment Radio, First Amendment Radio. Die publiceert zo'n beetje elke dag één uitzending van hem. Er zijn in het verleden opgenomen uitzendingen. En elke dag doen ze er eentje omhoog. Of ze hebben ze al geüpload en dan worden ze gerepublished of zoiets. Nou, ik luister dan ook bijna elke dag. Ik vind het interessant. En dan hoor je feitenmateriaal. Die en die heeft toen en toen dat en dat gedaan. En dan ga je controleren op Wikipedia of zo. En dan blijkt dat ook te kloppen. Op Wikipedia staat daar niet alles. Maar de dingen die dan zo'n auteur zegt van toen en toen is er dat en dat gezegd of gedaan, dat blijkt dan te kloppen. Dat klopt dan dus in elk geval. En neem de moord op Abraham Lincoln. Die is uitgevoerd door het Vaticaan. Ja, maar Perry, jij komt altijd met het Vaticaan. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is nu een keer zo. Abraham Lincoln is vermoord door het Vaticaan. Dat is de enige conclusie die ik kan hebben. En het meest in het oog springende feit is dat een van de samenzwerers die ontsnapt is, want die anderen zijn allemaal opgehangen, maar er is er eentje ontsnapt. En die heeft asiel gekregen en een baan gekregen in het Vaticaan. Daar is Amerika dermate boos over geworden dat ze de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan hebben verbroken. En het Vaticaan dacht van, nou, moet je zelf weten. Dat maakt ons niet uit. Nee, dat maakt het Vaticaan nog helemaal geen biet uit. Want ergens in de jaren 80 hadden ze een katholieke president. Die wordt wel gekscherend de eerste katholieke president van Amerika genoemd. Ronald Reagan. En die heeft er even voor gezorgd dat die diplomatieke betrekkingen die aan het einde van de 19e eeuw verbroken waren. Hè, omdat het Vaticaan dus een samensweerder voor de moord op een van de Amerikaanse presidenten onderdak had geboden. Nou, dat is niet echt bon ton. Dat is niet aardig. Dat hoor je niet te doen. Nou, Ronald Reagan heeft die diplomatieke betrekkingen lekker weer hersteld. Nou, zo, dat is ook weer voorbij. En dan zei die man vanmiddag ook van ja, en je hebt het helemaal niet over het mohammedanisme. Dat vind ik ook een hele grote dreiging. Waarop ik tegen hem zei, ja, het mohammedanisme is een afdeling van het Vaticaan. Waarop hij weer zei, ja, en jij altijd met je Vaticaan, je hebt het alleen maar over Vaticaan. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Het mohammedanisme is naar mijn eer en geweten, op basis van twee bronnen, is dat een onderafdeling van het Vaticaan.
En die ene bron, dat is de ex-Jezuïtische priester Alberto Rivera. Schrijf je Rivera. R-I, Victor, E-R-A. Rivera. Rivera. Alberto Rivera. Nou, die is gefilmd toen hij nog leefde. Hij is in 2006 onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Zijn vrouw beweert dat hij vermoord is. Oh, Jezuïtische priester met een vrouw. Oh, dat kan niet. Ja, die vrouw heeft hij pas ontmoet nadat hij weg was bij de Jezuïten. Dat is een ex-Jezuïtische priester. Goed, blijf opletten. Ja, ik weet hoe mensen kritiek hebben op mijn woord, hoor. Maar zijn vrouw beweert dat dus. Ja, hij is vermoord. Vergiftigd, ik weet niet wat ze denkt, hoor. Maar zij gelooft niet dat het een natuurlijke dood was. Maar toen hij nog leefde, Alberto Rivera, die heeft verteld dat hij dus uitgenodigd werd voor een studiereis naar het Vaticaan. En dat hij daar in een klein clubje zat van leerlingen, allemaal priesters dus. En dat ze les kregen van kardinaal Bea. En dat is Bea van Beatrix. Maar kardinaal Bea, en die vertelde aan het klaslokaaltje dat het Vaticaan verantwoordelijk was voor de Koran. En ook helemaal waarom ze dat hadden gedaan. En wat ze ervan verwachten. En, ja. Nou, dan heb je ook nog een lezing gehouden door Walter Veit. Met een V van Victor. V-E-I-T-H. Hij staat denk ik wel onder deze linkjes. Professor Walter J. Veit. En die is op zoek gegaan naar allerlei voorbeelden in het echt, dus de echte feiten, daar heeft hij allemaal foto's van gemaakt. Enorme relaties gelegd tussen het Mohammedanisme in de uiterlijkheid en het Vaticaan. Ik grijp er zomaar even eentje uit de grote doos, en dat is het begrip bedevaart. Ja. Dat is bekend bij het Vaticaan en dat is ook bekend bij de bij het Mohammedanisme. Maar er zijn er nog veel meer. En dan heb je nog de beroemde foto die gemaakt is van Johannes Paulus II. Dat is dus de 3 pauzen geleden. En die heeft zich laten fotograferen terwijl hij een exemplaar van de Koran kust. Ja, vind je het gek? Het is zijn eigen boek. Ja, maar het zou toch ook anders kunnen zijn? Ja, alles zou moeten kunnen. Maar ik denk het niet. En zoiets zoals mijn oordeel over dat het Vaticaan verantwoordelijk is voor het ontstaan van de Koran. Ja, dat heb ik niet na 30 seconden Walter Veit geconcludeerd. Ik heb die getuigenis van Alberto Rivera, die heb ik meerdere keren beluisterd. Om te kijken of dit nou is, dit nou toneel of is het nou op een andere manier een scène gezet? Dat kan van alles zijn. Je moet niet zomaar van alles geloven. En wie kende die man dan allemaal? En wat voor mensen kenden hem dan? Nou, en uit al dat in de ronde neuzerij kwam ik tot de conclusie dat Alberto Rivera, dat is een echt eerlijk, waarheidslievend mens. Eerlijke, waarheidslievende mens, moet ik zeggen. Eerlijke man. Ja, je kan iedereen zijn woord wel in twijfel trekken, maar ja, het stopt een keer. Nou, naar mijn mening is Alberto Rivera een ex-Jezuïtische priester. Ooit met de beste bedoelingen toegetreden tot die orde. En gaandeweg achter dingen gekomen is waarmee hij zichzelf niet meer kon verenigen. En toen heeft hij Ayu paraplu gezegd.
Maar dat gold voor Maarten Luther ook. Dat gold voor Jan Hus ook. Jan Hus in Tsjechië, hè, 15e eeuw. Er waren ook nog klokkenluiders. En ja, wat Walter Veit oplepelt over de links, de verbintenissen tussen Vaticaan en de Mohammedanen. Ja, dat zijn allemaal feiten. Dus dan moet je zelf maar gaan kijken. En dat kan je feitje voor feitje, kan je zelf gaan controleren of dat echt wel waar is. Maar het zijn allemaal foto's, dus... Ja, dan zou Walter Veitsel al die foto's gefotoshopt moeten hebben. Ja, ga door weg. Waarom zou Walter Veit dat doen? Nee, er komt een tijd en dan moet je besluiten dat iets wat je denkt, wat je vermoedt, dat dat waar is. En klaar. En dan heb je een mening en die mening is gefundeerd. En ja, dan denkt zo iemand als diegene die mij vanmiddag belde... van nou, ik ga me eens even confronteren met wat ik weet... en dan gaat hij vast heel erg twijfelen aan alles wat hij denkt te weten. En dat is dan niet zo. Hij zei ook van ja, maar die Joodse mensen die zijn helemaal niet in Auschwitz vergast. Want het hoofdvergassingsstation, dat was waarschijnlijk wel heel ergens anders als Treblinka. Of Sobibor. Of ik denk ja, dan gaan we zo weer beginnen. Want het zou kunnen. En dat zou alles verklaren. Er is helemaal nooit een gaskamer in Auschwitz, want die gaskamers die waren ergens anders. Ja, maar Treblinka, dat zei ik ook gelijk tegen hem. Treblinka was een doorvoerstation. Meer niet. Daar zijn helemaal geen mensen vergast. Dat kan je allemaal vinden in die film One Third of the Holocaust. En los daarvan, het feit blijft dat die familie Bush... Die hadden zo'n familielid, die heette Prescott Bush. En die zat in de raad van bestuur van een of andere Amerikaanse dure bank. En die hebben geld op tafel gelegd voor de bouw van de concentratiekampen. En dat was om er geld aan te verdienen. En aan het vergassen van mensen verdien je geen geld. Aan het vergassen van mensen verdien je helemaal niks. Aan het tewerkstellen van mensen, daar verdien je geld aan. En dat was het, dat wordt ook dan gezegd, hè... Door mensen als David Cole en zo. En het ging erom om die Joodse mensen, punt 1, een behoorlijke hak te zetten. En dan ze aan het werk te zetten als slaaf. Gewoon slavenkampen. Slavenarbeid. En aan die slavenarbeid, daar heeft die Amerikaanse bank van Prescott Bush, de grootvader van George Herbert Walker Bush. Nee, George Walker Bush, die huidige die nog leeft. Dat is zijn grootvader. En die heeft daar lekker veel geld aan verdiend. Aan die slavenarbeid. Zo zat het in elkaar. En het kan zijn dat ik het op bepaalde fronten de verkeerde conclusies heb getrokken. En het zou kunnen zijn dat ik foutief ben voorgelicht. Ik zou alleen niet weten op welke punten. Anders zou ik het eerlijk zeggen. Ik zit hier niet om een bepaald vooringenomen standpunt aan jullie duidelijk te maken. Hoe kom je erbij? Waarom zou ik dat doen? Ik ben op zoek naar de waarheid. En iemand vanmiddag die zei ook nog van ja, en op deze manier denk ik niet dat je heel veel mensen achter je aankrijgt die met je eens zijn en die met je meedoen of zo. Volgelingen of waar had hij het over? Aanhangers of zo. Nou, kijk, en daarover, hè. Ik zou het een slecht idee vinden als ik dat wat ik zeg
op een dermate manier formuleer. En dat ik dus ook bepaalde dingen maar niet zeg. Want als je dat zegt, dan, als je dat zegt, dan valt dat niet goed of zo. Hè? Dat is niet. Snap je? Dat willen we niet. En dat je dat alleen maar doet om dan de hoeveelheid aanhangers of volgelingen zo groot mogelijk te maken. Dat zou ik slecht vinden. Dat zou ik... slecht is het goede woord eigenlijk. Daar werk ik niet aan mee. En of ik nou een hele grote schare abonnees krijg... Ik vind dat wel erg leuk. Ik heb dus van de week, afgelopen 7 dagen of zo, heb ik er weer 2 bij gekregen. Ik was er ook weer een paar kwijtgeraakt. Maar goed, we zitten dan weer op 83 abonnees. Ja, is toch mooi. Hè? Dat vind ik echt wel heel erg leuk. En ik denk de dag dat ik voorbij de 100 ga, dat ik dan toch wel denk van, hè? Tijd voor slagroom bij de koffie. Dat ik een ballonnetje op ga blazen op mijn eigen feestdag hier. Maar het gaat mij daar niet om. Het gaat mij erom dat ik, wat ik aan jullie vertel, dat dat de waarheid is. En dat ik dat vertel op een manier die jullie ook kunnen snappen. En ik begrijp wel, en dat ben ik met die man eens, dat hij zei van ja, heel veel mensen... Die houden zich helemaal niet bezig met deze materie. En als je dan zo begint over die Jezuïeten en die katholieke kerk... en dan denken ze, nou, daar heb ik helemaal geen verstand van... en die gaan dan wat anders zitten bekijken op YouTube. En dan denk ik, ja, nou, dat moet dan maar zo zijn. Maar ik ga toch echt niet een show maken van... dit is de Vrolijke Perry Winkelshow en beginnen met een leuk filmpje van een kat. Kijk eens, die kat wil graag een slokje nemen van de melk. Maar daar komt de grote hond en oh, wat doet de hond? Oh! Nee, dat doe ik niet. Dit is helemaal mijn... Dat wil ik helemaal niet. Ik wil zelf als eerste begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, wat er allemaal gebeurd is... Je kan ook zeggen, ik hou deze beschouwingen zodat ik mijn eigen gedachten over wat ik nou weer heb geleerd even netjes op een rijtje zet. Zo'n vorm van zelfstudie. En dan kunnen jullie met mij mee luisteren waar ik nou weer mee aan het worstelen ben. En een ding wat ik me inderdaad wel afvraag is de... De starheid van het menselijke denken. Ik zal een voorbeeld noemen en dan kom ik terug op die Illuminati en die Jezuïeten. Kijk, die Illuminati even, die krijgen dus even voor het gemak overal de schuld van. In heel veel van die samensweringsfilmpjes. Terwijl niemand weet waar die Illuminati nu eigenlijk zijn, waar ze verblijven, waar ze wonen en hoe ze heten. Want het zijn geheim. Je hebt een website zelfs. www.dingesilluminati.org. Daar kun je zo naartoe. Official Illuminati of illuminatiofficial.org of zo. Die kan je zo vinden, man. En dan kan je ook zeggen, ik wil lid worden. En dat kan ook. Krijg je een e-mailtje en dan moet je het e-mailtje responden. En dan, ik weet niet wat er dan verder gebeurt. En ik zeg je, het is een afleidingsmanoeuvre. Want de Illuminati, dat is een afdeling van de Jezuïeten. En dat viel me ook zo op, dat na die aanslagen van 11 september... dat ze een hele trits met filmpjes al helemaal klaar hadden... met hoe het dan gedaan was in de werkelijkheid... en dat het niet Osama Bin Laden was, maar het waren de Illuminati, of zo. Terwijl ik denk van ja, zo'n videofilmpje, dat kost je even een paar uur. Wie of wie heeft dat gefinancierd? En waarschijnlijk de Jezuïeten zelf. Ja, dus het openlijke verhaal was om Osama Bin Laden de schuld te geven.
En dan tegelijkertijd hadden ze op de achtergrond teams aan het werk gezet om aan de ene kant de vrijmetselaars, de international banksters, de Illuminati de schuld te geven. En dan de andere groep, die ging de Joden de schuld geven. En die hebben ze allemaal gefinancierd. Zodat van iedereen, dus iedereen kreeg een veeg uit de pan. Iedereen kreeg een zwarte piet toebedeeld. Iedereen, behalve de Jezuïeten. Ja, snap je, maar dat is slim. Dus ik denk dat ik met die jezuïtische beschuldigingstoestand, dat ik het terecht bij het rechte eind heb. Snap je? Maar zo niet, dan zal ik de eerste zijn om het toe te geven. En tot die tijd zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus en dag lieverds.